dames en heren, geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg. In een zitting bijeen op dinsdag 6 maart 2018. Normaal gesproken, en daar ga ik ook nog steeds vanuit, is dit de laatste reguliere raadsvergadering van de raad in deze samenstelling bijeen. En ik constateer dat deze raad ook in voltalligheid bijeen is. En onder die woorden open ik deze raadsvergadering, zoals gezegd, van 6 maart 2018. Van harte welkom allemaal. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune en de media, die zoals gewoonlijk ons kritisch volgen. En ook de mensen die ons thuis bekijken via andere mediavormen. Er ligt een agenda voor, maar we beginnen eerst met de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan we door met agenda punt 3. Kan deze agenda uw goedkeuring dragen? Dan gaan we die als volgt ook afhandelen. Akkoord. Brengt ons bij agenda punt 4. Het spreekrecht over de agenda punten. Er hebben zich geen personen gemeld. Ook nu niet. Dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 februari, jongstleden. Geen opmerkingen. Akkoord. En dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. Dat zijn er twee. Te beginnen bij een bespreekstuk wat eerder in de oriënterende ronde aan de orde is geweest. Het beschikbaar stellen van de krediethuisvesting BOH van 3 naar 2. Wie wenst daarover het woord te voeren? De fractie van de ChristenUnie, VVD, opkoers.nu. Dan begin ik bij opkoers.nu. De heer Kloekhorst. Voorzitter, ik heb het woord gevraagd niet zozeer om tegen het voorstel te stemmen, maar de post 191.000 advies. We brengen dit ter tafel omdat je steeds meer hoort dat als er op een gegeven moment een onzekerheidje is, men voor de zekerheid dan maar advies aanvraagt. En dat speelt niet alleen in Hardenberg, maar ik heb de behoefte om hier de vinger bij te leggen. En ja, we willen daar gewoon bezwaar tegen aantekenen. Een vraag nog van de zijde van opkoers.nu. Akkoord, de VVD-fractie. Voorzitter, blijven zitten of is het bedoeling dat we... Wat mij betreft doen we het van achter eigen stoel. Ja. Nou, voorzitter, akkoord. Voorzitter, wat de VVD betreft toch wel wat meer punten dan bij opkoers. Want voorzitter, we hebben bij de behandeling in de Oderonde al aangegeven dat de communicatie ter zake het onderliggende voorstel wat ons betreft wel wat tekort schiet. Ons is uitgelegd door de heer Dogger onder andere dat wij het hadden kunnen zien. Nou, wellicht, maar we zijn niet de enige voorzitter die het gezien heeft. Ik las vandaag in de krant namelijk van onze reporter Germain, die doorgaans erg scherp is, dat de aanpassing van het gemeentehuis 4 ton kost. Ik heb het hier voor mij. Maar niets is minder waar, voorzitter, het kost bijna 9 ton. Dus ik ben niet de enige inderdaad die het niet helemaal helder had. Er waren kennelijk meer mensen die het onduidelijk vinden. Maar voorzitter, nog belangrijker vinden wij de inhoudelijke kant van de zaak. Want ook daar zijn wij duidelijk in als VVD-fractie. Wij hebben telkens aangegeven dat wat ons betreft de overheid in ieder geval zorgvuldig moet zijn op haar eigen organisatie. Zo weinig mogelijk uit moet geven, kritisch moet zijn, zorgzaam met geld om moet gaan wat immers van de burgers is. En dat vinden wij niet terug in dit voorstel. En dat is des te frappante, voorzitter, omdat het hele voorstel wat hiervoor ligt geënt is op een bezuinigingsmaatregel die al stand vanaf 2012, waarin u van de raad de opdracht heeft gekregen om voor 100.000 euro te gaan bezuinigen in het LOC. En die bezuiniging die heeft nu een investering van dus bijna 9 ton tot gevolg en heeft ook nog tot gevolg dat u de huur hebt opgezegd, maar moet zien of u uiteindelijk dat nog terug gaat verdienen. Hè? Want de huur van 265.000 euro, voorzitter, betaalt u immers aan uzelf. Want u bent van het LOC ook voor het grootste gedeelte eigenaar. Dus het is maar een vraag of dat gaat lukken. In ieder geval is duidelijk dat de kosten wel gemaakt gaan worden. En naast die 880.000 euro is er een sprake van een kapitaallast van bijna 60.000 euro. En nog steeds houdt u voor ogen dat u voornemens was om een bedrag van 100.000 euro te gaan bezuinigen.
Nou, dat lijkt nagenoeg niet te gaan lukken, maar waarbij u ons helemaal kwijtraakt. Even voor de goede orde, voorzitter. Wij waren al tegen de plannen bij het LOC toentertijd toekomstbestendig te maken. Ik hoorde u toen voor u praten over healthy aging. Ik heb dat sindsdien niet weer gehoord. U bent daar kennelijk vanaf gestapt, maar wat het wel gaat worden, dat hebben wij ook nog niet gezien. Maar wat u hier doet, en dat is wel iets wat de VVD-fractie toch wel dwingt eigenlijk om tegen het voorstel te gaan zijn, is de onderbouwing, voorzitter. U kent ons daarin, wij zijn altijd van financiële verantwoording. En tot onze grote verbazing heeft u de onderbouwing van deze investering gevonden in een potje van 500.000 euro groot. En dat potje betreft een gereserveerd bedrag voor groot onderhoud. En ik kan me niet voorstellen dat dat potje daarvoor geschikt is. Overigens zou ik nog wel graag eens vraag willen zien waarom de gemeente het huurcontract opzegt en vervolgens gehouden is om investeringen te doen in een pand. Wat volgens mij toch doorgaans komt bij de verhuurder dan wel de eigenaar van een pand. Hè. Dus dat is een wat rare mix die wij hierin zien. En ik wil graag een ieder hier in deze kring ervan op de hoogte brengen dat zij die voorgesteld hebben toen de tijd voor het Healthy Aging Project en voor het vervolg wat uitkwam, dat u dat wilde betalen uit het potje wat nu dus leeggemaakt wordt ter zake de investering hier in het gemeentehuis. Dat loopt wel erg door elkaar. U gaat weg uit het LOC. Daar moet er al een gebeuren om überhaupt maar een inverdieneffect te krijgen. Vervolgens geeft u 800.000 euro uit 900.000 euro. Maar er staan nog wat PM'tjes in, zoals je zelf zei. Dus dat u het miljoen aan gaat tikken, zal denk ik ook niemand hier verbazen. Dat bedrag vinden wij al erg groot. Maar de dekking daarvoor, voorzitter, is wat ons betreft totaal onvoldoende. En in de lijn van onze eerdere besluitvorming tegen te stemmen bij LOC, zullen wij ook dit voorstel geen warm hart toedragen, maar we houden nog even een klein slag aan de arm in afwachting van de antwoorden die u straks gaat geven. Dank u wel. Voorzitter, mag ik de heer Gelling een vraag stellen? Ja, de heer Dogge. Als ik u goed heb beluisterd, dan gaat u tegenstemmen omdat u de dekking van het aanvullend krediet onvoldoende vindt. Omdat het uit de, zeg maar de reserve groot onderhoud moet komen. College heeft, en ik neem aan dat u dat ook gezien hebt, in de aanvullende notitie die we gehad hebben, ook duidelijk aangegeven dat dit als het ware een soort voorlopige dekking is. Want als straks blijkt dat bij de verbouwing van het LOC dat daar meer geld voor nodig is, dan komt het college gewoon met aanvullende dekkingsvoorstellen. Je kunt het ook omdraaien en zeggen van oké, deze dekking dan maar niet uit die pot, maar uit de lasten van de algemene reserve. Zou u dan wel akkoord gaan? Nee, zeker niet, Dogge. Dat maakt het alleen maar erger, want zoals u weet heeft de VVD al tegen de plannen überhaupt gestemd, hè, om het LOC toekomstbestendig te maken, waarbij dan net de tussenvraag waarom een huurder überhaupt moet investeren in de opvolgende huurverhouding, maar dat is dan even een tussenvraagje. En waar het om gaat, is dat het natuurlijk heel merkwaardig is om een investering te doen hier in het gemeentehuis ter zake een potje wat kennelijk voor het LOC aangewend zou worden. Te meer omdat daar nog een verbouwing gepland staat om de huurinkomsten van 265.000 euro terug te gaan verdienen. Lukt dat immers niet, dan is de hele exercitie ter besparing van die 100.000 euro vervlogen. En hebt u nog steeds een miljoen uitgegeven. En in de opvolging is dan uiteindelijk ook de dekking wat ons betreft onvoldoende. Maar ook die argumenten daarvoor overigens meer dan voldoende om dit geen vrij voorstel te vinden. Maar als de dekking niet uit het potje groot onderhoud was gekomen, maar als het college met een ander dekkingsvoorstel was gekomen, dan had u wel akkoord kunnen gaan? De opeenvolging dwingt mij ertoe om met alle andere argumenten te zeggen dat het niet zo is. Maar in deze staat het er niet. In deze is het voorstel wat ligt, de dekking uit het potje zoals die ligt. Dus uw vraag... Ja, daarom stel ik vraag ook een als vraag, en dat ben ik met... realiseer ik mij, maar blijkbaar gaat u tegen dit voorstel stemmen omdat u met de dekking niet eens bent. Dus dan is mijn vraag, denk ik, terecht. Als er een andere dekking zou zijn, zou u dan ook tegen dit voorstel zijn om het gemeentehuis aan te passen? Nou, ik kan het nog een keer herhalen, maar daar word ik niet duidelijker van dingen. Ik kan alleen zeggen dat wij een aantal argumenten hebben gegeven op basis waarvan we dit voorstel niet vrij vinden en een slag om de arm houden om tegen te stemmen. En dat uiteindelijk, zoals we er nu over denken, in de huidige situatie, de dekking inderdaad voor ons absoluut reden is om überhaupt tegen te gaan stemmen. U bent er nog niet uit, zeg maar. U wacht toch nog een paar vragen of een paar antwoorden af van de portefeuillehouder die gesteld zijn. Dus dat wachten we dan nog even af. De ChristenUnie, tot slot. Mevrouw Hof, u maakt gebruik van het spreekgestoelte, zie ik. Dus u bent consequent. U had mogen blijven zitten wat mij betreft. U hoeft het niet altijd zo te doen, maar goed. Ik geef u de voor. Maar ik vind het wel een mooi gebruik. En ik heb... heel lang destijds op mijn medespot moeten wachten. En dit is de laatste in deze samenstelling. Dus ik vind het wel mooi om het zo te doen. Boer is voor u. Goed zo. Voorzitter.
Twee weken geleden ontstond er in de O-ronde wat consternatie, omdat de raad aan de hand van de voorliggende vergaderstukken het niet geheel duidelijk was hoe de vork nu exact in de steel zat en waar het ging om de verbouwing van dit gemeentehuis en de daarmee gemoeide middelen. De wethouder zegde toe met een nieuw overzicht te komen dat duidelijkheid zou verschaffen. Dat heeft hij ook gedaan, waarvoor dank. En de fractie van de ChristenUnie beschouwt dat nieuwe stuk dus als financiële basis voor het voorliggende raadsvoorstel. En dat is belangrijk omdat in het oude overzicht nog een bedrag was opgenomen van bijna 7 ton voor fase 3, bovenop de reeds beschikbaar gestelde €394.000 afgelopen november. En het nu voorliggende verzoek om een krediet van nog eens €495.000. Maar de wethouder heeft in diezelfde oriënterende ronde bij herhaling gezegd dat fase 3 niet langer aan de orde is. Ondanks dat, voorzitter, blijft de ChristenUnie het bij elkaar heel veel geld vinden voor de verbouw van een nog bijna nieuw gemeentehuis. En dat heeft de wethouder twee weken geleden ook volmondig beaamd. Los van de bedragen die ermee gemoeid zijn, waren wij twee weken geleden, al of niet terecht, maar toch eigenlijk raadsbreed, verrast door deze kredietaanvraag en de onderliggende, zoals later bleek, niet geheel correcte onderbouwing. Wij vinden dat de informatieverstrekking over dit onderwerp in zijn geheel duidelijker, beter en ook tijdiger had gekund. En de heer Dogger maakte daar twee weken geleden ook al een aantal opmerkingen over. Wij vragen daarom aan de wethouder het volgende. Om vanavond nogmaals te bevestigen dat die €394.000 plus deze €495.000, samen inderdaad bijna 9 ton, het bedrag is waarvoor de verbouwing compleet kan plaatsvinden. Met andere woorden, dat we niet dat miljoen van meneer Gelling alsnog gaan aantikken. Ten meer daar in het tweede overzicht bijvoorbeeld twee posten onvoorzien zijn opgenomen voor in totaal €62.000. Dus er zit ook nog wel wat ruimte in, zou je zeggen. De uitspraak dat de risico's waar in het raadsvoorstel over wordt gesproken weliswaar belangrijke, maar financieel geen majeure risico's zijn, aangezien er onderzoek naar de techniek en de nodige aanpassing is gedaan voor een behoorlijk bedrag, daar refereerde meneer Kloekhorst ook al aan, en dus in de reguliere onderhouds- of exploitatiekosten opgevangen zouden moeten kunnen worden, mochten ze daadwerkelijk aan de orde komen. De raad voor de verkiezingen inderdaad op de hoogte te stellen van het zogenaamde inverdieneffect, met daarin meegenomen, en daar refereerde meneer Gelling net ook al aan, een eerste doorkijk naar wat de verbouw in het LOC de gemeente nog zou gaan kosten. Voorzitter, deze bedragen voor de verbouwing aan een van de meest bijzondere gemeentehuizen van Nederland doen ons best pijn. En wij hopen daarom dat de wethouder ons op deze drie punten nogmaals gerust kan stellen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hof, voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Dat waren de vragen nog. En ik geef het woord aan de wethouder om proberen nog even duidelijkheid te geven bovenop de notitie, zeg maar, die ook nog aanvullend is toegezonden. Om toch nog een keer uit te leggen en ook te proberen diegenen die nog twijfelen over de streep te trekken. Het woord is aan wethouder Prins. Dankjewel, voorzitter. Laat ik beginnen met de opmerkingen die de vorige keer gemaakt zijn en die vanavond ook weer gemaakt zijn over de, laat het maar gewoon scherp zeggen, de onduidelijkheid in het stuk. Ik heb daar na die tijd me nog eens goed weer in verdiept. En ja, of dat te maken heeft met beroepsdeformatie of wat ook maar, ja, dat laat ik graag in het midden, maar ik moet u daarin gelijk geven. Ik ben van de veronderstelling uitgegaan, en dat is achteraf niet correct gebleken, dat u scherp had, dat u geen zienswijze had ingediend op het voorstel vanuit het AB, van de BOH, waarin u is voorgelegd dat er een verbouwing plaats zou vinden waarbij een deel van de kosten, zeg maar die €393.000, door de gemeente Hardenberg moesten worden gedragen en de rest door de bestuursdienst om een Hardenberg. Daar ben ik wat al te gemakkelijk over ingestapt, waarvoor excuses. Want doordat u geen zienswijze heeft ingediend, had u voor 75% van dat bedrag al ingestemd, want dat is de verhouding 75-25 om een Hardenberg. Doordat Hardenberg te kennen heeft gegeven niet langer mede-eigenaar van de bestuursdienst te willen zijn, krijg je een heroriëntatie op hoe gaan wij nu verder, moet die verhuizing nog wel? Nou, we hebben na 5 jaar gewerkt hebben in dit gebouw, zijn we erachter gekomen
dat de 85% werkplekbenadering, dat die ook wel aan de ruime kant is. Die kan wel naar 70%. Dat wil dus zeggen, als je 100 medewerkers hebt, 70 werkplekken. Part-time, ziekte, mensen die extern zijn. Dat was één. Een tweede, er lag een opdracht, zoals net ook al gezegd is, een bezuiniging voor het LOC en daaraan gekoppeld. We zien ook dat in het nieuwe concept, in de nieuwe visie op het LOC, werkplekken voor de gemeente daarin eigenlijk niet passend zijn. Daar heeft u een besluit over genomen. Ja, dus als je die zaken samenneemt, dan vinden wij het alleszins redelijk om toch die verbouwing hier te doen, omdat dat ook een besparing op gaat leveren in de huur die wij aan het LOC betalen. Er zit alleen voorwaarde bij, ga je die bezuiniging ook realiseren van om en bij de 260.000, dat heeft te maken met, wordt de ruimte die de gemeente daar altijd huurde, wordt die straks ook opnieuw ingevuld. Nou, op dit moment, en pin me niet op het laatste procent, is 2/3 deel is verhuurd of zijn dusdanig afspraken over dat het wordt verhuurd. Er moet dus nog 1/3, dat is om en bij de 500 meter, moet er nog verhuurd gaan worden. Dus als alles verhuurd is, verdien je 260.000 in. Ik heb de vorige keer ook gezegd, als dat niet zo is, is dat minder. Ja, dat kan u zelf ook wel bevatten, denk ik. Goed. Die verbouwing, zoals die hier voor staat, er worden opmerkingen gemaakt over advieskosten. Nou, het gaat wel iets breder, het is een beetje een verzamelterm. Maar wij schrikken ook elke keer wel van advieskosten. Maar u moet niet alleen denken dat er een tekenaar komt om alleen even de wandjes te tekenen. Maar het hele technische systeem, u zou hier bijvoorbeeld vandaag eens even hebben moeten rondlopen. Wat er aan mensen actief zijn om iets met bekabeling te doen. Iets met de luchtverversing en dat soort dingen. Wat allemaal aangepast moet worden in een gebouw als deze. Voordat je een verbouwing echt kunt realiseren. Maar ik deel de opvatting dat wij heel kritisch moeten zijn op dit soort out-of-pocket kosten in de adviessfeer. Ja, het is voor ons ook elke keer wel weer een punt waarvan je zegt, goh, had dat nou niet goedkoper gekund. Voorzitter, goed. Mag ik dan één verduidelijkende vraag stellen voor mij als leek? Hoor ik u hiermee nou eigenlijk zeggen dat die 191.000 euro advieskosten eigenlijk voor een heel groot deel ook uitvoeringskosten zijn? Dat klinkt mij namelijk heel anders in de oren. Voordat ik voortmaak, als je kijkt in het overzicht wat is toegestuurd, ja, als verhelderingsstuk, daar zie je ook dat het bedrag al enigszins is aangepast, omdat we nu dichter bij de uitvoering zitten en al een deel uitvoering hier op begane gronddeel, zie je ook dat onder andere de aanpassingskosten die wij moeten doen, de verhuiskosten die daarbij inzitten, dat die toch wat lager uitvallen. Dus als ik het goed heb, en ik moet even het voorstel, want mijn iPad heeft is even van pagina veranderd. Advies en verhuiskosten zie je dat we nu op een toch lager bedrag zitten dan wat wij in het eerdere voorstel hadden staan. Omdat wij steeds dichter bij de uitvoering komen en de kosten dus wat meevallen. Nou, het was eigenlijk een vrij simpele vraag van iemand die dat niet. In wat u advieskosten noemt, zitten dus ook daadwerkelijk uitvoering. Technische berekening, werkvoorbereiding, installatie, huisvestingadvies, projectbegeleiding, verhuiskosten en opleveren van de ruimtes in het LOC. Dat zit allemaal in dat verzamelbedrag. Dank u wel. Antwoord is ja dus. Ja. Goed. Waarom, als u het besluit neemt dat je zeg maar even uit de BOH treedt en als gemeente verantwoordelijk bent voor die kosten, dan moet je kijken waar kun je die kosten kwijt. Als het binnen de BOH was gebleven, was het ten laste van de algemene reserve gekomen. Maar daar hebben we nu niet vrijelijk over te beschikken. Dan kun je ervoor kiezen om het ten laste van het rekeningresultaat te brengen. Maar daarvan hebben we gezegd dat het is een goede gewoonte om dat niet te doen in dit huis. Ik denk ruim een jaar, anderhalf jaar geleden, hebben we ons grote onderhoudsplan hebben voor de komende jaren, ik dacht tot 2027, op orde gebracht. Regulier onderhoud hebben we. En daar hebben we gekeken hoe groot is de voorzieningenonderhoud en toen bleef er 1 miljoen over. En op vragen vanuit uw raad, ik weet nog wie de vraag gesteld heeft, dat was de heer Dogge, die zei, valt die 1 miljoen dan vrij? Toen heb ik u geadviseerd om dat niet te doen, om die voorziening van 1 miljoen te laten staan, omdat we wisten dat er in dit gemeentehuis een verbouwing aanstaande was en omdat we wisten,
Dat is namelijk een afspraak in het LOC. Ja, dat de ruimte die je huurt, en die huur je eigenlijk van elkaar, hè, want samen met die twee andere organisaties ben je eigenaar van het gebouw. Je hebt er alleen de stichting tussen zitten als instrument voor, zeg maar, beheer. Dat de ruimtes, die, als je die verlaat, dan moeten ze dusdanig worden aangepast dat ze verhuurbaar zijn. Dat is een afspraak die er ligt. En we wisten dat we deze beweging gingen maken. Toen heb ik gezegd, laten we nou voor dit adaptief onderhoud, zo hebben we dat toen genoemd, laten we die miljoen nu laten staan. Daar hebben we een bedrag inmiddels afgehaald en er is nog ruim 5 ton is daar van over. Nu heb je de situatie dat wij denken dat de algemene reserve van de BOH wel wat ruimte geeft straks. En we hebben nog het rekeningresultaat. Dus ik heb ook niet voor niks in dit stuk laten opnemen. Wat je eigenlijk ziet is, wij financieren hem met de kennis van vandaag voor uit de voorziening. Voorziening onderhoud, zoals ik dat ook al een jaar geleden heb aangekondigd. Daar blijft nog ruim een bedrag over van 1 ton. Mocht blijken over een paar weken, als de plannen voor de aanpassing LOC, als die gereed zijn en die ton is te weinig, ja, dan heb je de mogelijkheid om de dekking te vinden uit de algemene reserve van de BOH op het moment dat die vrijvalt. Want dan zouden normaliter ook die kosten van die verbouwing terechtkomen, alleen vanwege de ontvlechting is dat niet netjes om dat nu te doen. Dat heb ik proberen aan te geven. Dus als je hem heel streed vanaf december tot nu vertaald. In december was u het ermee eens. Er komen eigenlijk nu 25% meer kosten komen op de gemeente Hardenberg terecht, omdat wij de BOH zijn gestapt. Daarnaast hebben we ook aangegeven van, nou, er zal, als je meerdere bestuurders krijgt, dan zul je ook daar kantoorruimte voor moeten hebben. En ik heb ook de vorige keer gezegd, er lag nog steeds een vraag over een fietsenstalling. En we zeggen, nou, als we dat nou in één keer in deze bouwopdracht mee kunnen nemen, ja, dan hebben we ook die zaken hebben we dan afgerond. Even kijken. De informatieverstrekking, heb ik het net over gehad. Eén moment, de heer Gelling. Ik probeer het even voor mezelf samen te vatten. Want u zegt nu, er is een afspraak binnen de CV, hè, wat een aparte rechtspersoon is. En die afspraak die luidt dat iedere huurder die zijn verhuurde gedeelte verlaat, hè, u zegt de huurovereenkomst op en verlaat dat, die is gehouden om investeringen te doen voor een opvolgende huurder. Het geldt voor de 3 partijen. Ja, als een voorbeeld. Stel dat het Alfa College, wat op dit moment voor 36% of 39% eigenaar is, stel dat het leerlingenaantal fors terugloopt en zij 1000 vierkante meter over hebben en er moet een aanpassing in het gebouw plaatsvinden om het weer voor een nieuwe huurder gereed te krijgen, dan ben je als eigenaar voor jouw deel ben je ook verantwoordelijk om die aanpassing te doen. Ja? Dat is in het verleden af, anders hadden we namelijk een hoger tarief moeten rekenen om dit soort frictieleegstand plus aanpassingen van het gebouw, dat moet je dan anders, als je dat bij een commerciële huurder doet, die verrekenen dat allemaal in de vierkante meterprijs. Daar hebben we hier niet voor gekozen. Als de stichting LOC voldoende vermogen heeft, ja, dan proberen we wel, er is wel eens een verbouwing geweest die door de stichting LOC is betaald, en dat gaat dan na verhouding 39%, 54% en die, wat is het, 9,6% of zo. Ja? Maar dat is de afspraak. Niet meer en niet minder. Straks in de nieuwe situatie is het zo, want dat komt nog wel langs, maar met de besprekingen zijn we zover dat we zeggen, ook al zijn wij straks geen gebruiker meer, voor een klein deeltje nog van het gebouw, wij blijven voor 54% of 50%, ik weet niet precies, blijven wij eigenaar, Alfa voor zijn deel en de Groene Wellen voor zijn deel. Nu is het zo, als het gemeentelijk deel leeg staat, drukt dat, komt die kosten altijd bij de gemeente terecht. En straks komt dat terecht bij de 3 partijen volgens de verhouding waarvan ze ook eigenaar zijn. Dus stel dat het stichting LOC 1 ton tekort draait, dan gaat daar 54.000 van naar de gemeente, nou, 36 naar het Alfa en de resterende naar de Groene Willen. Dat is een nieuwe afspraak die we maken omdat we zeggen van, als gemeente willen we die ton besparen, maar we willen ook wat uit dat risicogebied. En dat is wat er nu voor ligt. Maar kortom, de afspraak is, je betaalt voor je eigen ruimte aanpassingen die nodig zijn. Sowieso, je kan er ook als gebruiker blijven zitten, maar wil je aanpassing, betaal je dat zelf. En als je minder ruimte nodig hebt en die moet geschikt zijn voor verhuur,
moet ik zelf die aanpassing betalen. Dat is het uitgangspunt altijd geweest. Ja, maar ik hoorde dus zeggen, voorzitter, als ik nog even mag, de afspraak is nu dus dat we dat doen. Daar zijn uitzonderingen op geweest, want die in die verhouding zoals die nu is, dan toch gelden. Ja. Daar zal een reden voor geweest zijn. En ik begrijp ook dat voor de toekomst dit niet meer gebeurt. Dus nu gebeurt het nog, u moet nog betalen, maar de anderen straks niet meer als er wat gebeurt. Kijk, wij gaan straks met, we starten na 10 jaar met een nieuwe visie. En de stichting LOC komt veel meer in de positie dat ze risicodragend zijn. Nou, daar worden nieuwe afspraken over gemaakt en die afspraken die zijn gemaakt. Als er straks bijvoorbeeld een aanpassing moet zijn, ja, in het gebouw en de stichting LOC kan het niet dragen, dan betalen alle partijen daaraan mee. Volgens een bepaalde verhouding. Nee, dat begrijp ik. Maar dat houdt dus in dat de gemeente nu nog die kosten moet betalen, ja, omdat die nieuwe regeling niet ingaat. Maar straks, en wat is straks? Wij proberen voor 1 augustus de zaak afgerond te hebben, ja, zodat we in de nieuwe situatie zitten. Ja, ja. En vanaf dat moment hoeft niemand meer, geen eigenaar, maar u bent er geen huurder meer, dus u speelt er niet meer. Maar de andere huurders die zouden dan bij van het gebruik ook niet hoeven te investeren. Wij blijven voor 54% eigenaar, dus als de exploitatie, en of dat nou is na onderhoud of na verbouwing of na tegenvallende inkomsten, als de stichting LOC een tekort heeft, moet dat aangevuld worden in de verhouding zoals ze ook eigenaar zijn. Ja. Dat is niet alleen op onderhoud, maar dat is ook op andere facetten. Ik onderbreek even, want ik zou graag weer terug willen naar het voorstel. Want dit gaat heel erg over zaken die we al eerder een aantal keren besproken hebben in diverse sessies. Moet ik toch echt onderbreken. Dat is niet zo. De bedragen zijn verdubbeld hier. Voor 75%. Voor dit voorstel wel. Maar als u het hebt over de huidige situatie van het LOC. En waar gaan we naartoe in de nieuwe situatie. Daar hebben we op zijn minst 3 keer met de raad. Of in ieder geval heeft u de mogelijkheid gehad om daar om tafel te zitten. En u nu te laten informeren. Dus ik zou graag terug willen naar het voorstel. Om daar besluitvorming te doen. En nogmaals alle openheid en vrijheid om u te laten informeren over wat er gaat gebeuren met de LOC. Duidelijk, voorzitter. Dan ga ik even terug naar het voorstel. Ja. Het voorstel wat luidt is, de BOH kan het niet meer betalen, daarom ligt het nu hier. Dan gaat er van het potje af en als het potje niet voldoende is, dan wordt het aangevuld vanuit de BOH. Ja, als bij ontvlechting van de BOH vallen er bedragen vrij. Bijvoorbeeld de algemene reserve is zo'n bedrag. Een rekeningresultaat. Daar zul je met z'n allen iets van moeten vinden. Kijk, de algemene reserve kon het BOH-deel ook dragen van die verbouwing. Ja? Er zit 5 ton in, verbouwing is 4 en een beetje. Ja? Nu de BOH daar niet meer verantwoordelijk voor is, zeg ik maar even. Ja? Vallen die middelen op enig moment vrij. Alleen, het is een tijdsprobleem ook. Ja? We hebben nu die middelen nodig. Ja? En het middelen vanuit de BOH die zijn nog niet vrijgevallen. De rekening en dat soort dingen is er nog niet. En op het moment dat dat er is, dan is het aan u om te besluiten van, nou, we hebben misschien nog iets met het LOC te verhapstukken. Zullen we een deeltje van de middelen die eigenlijk bestemd waren voor die verbouwing uit die AR, die willen we dan overhevelen naar die voorzieningenpot. Dat is aan u. Ja, ik zal er dan waarschijnlijk ook als wethouder niet meer zijn, maar ik heb het wel even in stuk willen zetten, zodat u weet dat, dit voorstel en proberen een tijdsprobleem op te lossen. Akkoord. Het kunnen overigens ook andere voorstellen zijn die dan tot u komen. Dit is een route, zeg maar. Dit is een route, maar u gaat erover straks hoe u dat precies wil doen. Goed. Volgens mij, ik heb het gevoel dat daarmee veel vragen zijn beantwoord die gesteld waren. Kijk even naar de ChristenUnie nog. De advieskosten hebben we bij de kop gehad, de VVD. En volgens mij ook de ChristenUnie, dacht ik. En daarmee de vraag beantwoord. Ik weet niet of de wethouder nog verder gaat met mij, maar ik had graag 3 dingen nog even van de wethouder willen horen. Ik weet niet of u ze nog scherp heeft of dat ik het er nog een keertje moet. Herhaalt u ze maar even, dan komen we even weer terug in de In de oriënterende ronde heeft de wethouder op een gegeven moment op mijn vraag geantwoord van die 3,94 van vorig jaar en die 4,95 van nu, dat is het. Dat zou ik graag nog eventjes willen bevestigd zien. En toen heb ik net gezegd, zodat we niet die miljoen van meneer Gelling gaan aantikken. Er staan in het stuk, in het raadsvoorstel nog, is er sprake van 2 risico's. En dat gaat dan wel nog om optimalisaties. Maar omdat u zo'n grote post ook aan advieskosten uitgeeft, en daar zit ook advies in over installatietechnische zaken, gaan wij er eigenlijk vanuit dat
dat aanpassingen, dus het risico kan wel groot zijn, maar de impact klein, dat wou ik maar even zeggen. Dus die zou je dan op kunnen vangen in de reguliere onderhouds- of exploitatiekosten. En dat inverdieneffect voor medio maart, dat hadden wij toch nog wel graag willen weten. Medio maart, dus ik heb hier gezegd voor de verkiezingen. En als het mogelijk is een doorkijk naar verbouwkosten LOC, want dat gaat toch wel een flinke post worden. En het lijkt me niet echt waarschijnlijk dat we dat voor die 111.000 euro die nu nog in dat potje zit, dat gedaan kan worden. Maar misschien zit ik daar helemaal mee mis, maar dan hadden we dat ook graag geweten. Dat waren de drie dingen. Voorzitter, ik heb aangegeven dat van de gemeentelijke ruimte dat ongeveer 2/3 deel belegd is. Is nu al belegd of wordt belegd. Dus dan praten we, als u toch 1500 meter hebt, dat er nog 500 meter nog ingevuld moet gaan worden om en nabij. Ja, dus dat is de informatie die ik nu heb en ik betwijfel of we voor eind maart meer informatie hebben. Dus ik denk even dat u het hier even mee moet doen. Ja? Voor wat betreft de verbouwkosten, daar hopen we tussen nu en 14 dagen een redelijk overzicht te hebben. De ramingen liggen er, maar er moeten nog keuzes gemaakt worden, zeg ik maar even heel concreet dan, om er wat dieper in te gaan. En het laatste is, u vraagt, ja, is dit het? Ja, dat is altijd lastig beantwoorden. Ik ga ervan uit dat dit het is. Als er nadat de verbouwing is geweest nog wat klimaatinstellingen enzovoort moeten gebeuren, dan hoort dat bij regulier onderhoud. Ja, dat ben ik met u eens. Dus met de informatie die ik tot nu toe heb, die wij hebben, de ramingen die wij hebben gemaakt, vind ik dat het voldoende moet zijn. Maar ja, je hebt soms van die zaken die je niet helemaal in de hand hebt. Dus u mag er vanuit gaan dat we dit kritisch zullen volgen en dat we ons uiterste best zullen doen dat we beneden het bedrag van die 890.000, ja, dat we daar beneden blijven. Daar doen we ons uiterste best voor. Maar keiharde garanties, zijn wel heel erg lastig. Akkoord. Daarmee zijn alle vragen beantwoord. En wilde ik voorstellen om over te gaan tot de besluitvorming van dit stuk wat voor ligt. En dat gaat over het beschikbaar stellen van krediet voor de huisvesting BOH van 3 naar 2. Mevrouw Hof. Ik wil graag om een korte schorsing vragen. Korte schorsing? Ja. Heeft u aan... 5 minuutjes. 5 minuten voldoen? Oké. Vergaderingsschors voor 5 minuten. Dames en heren, mag ik verzoeken om uw plaats in te nemen? Want mevrouw Hof heeft om de schorsing gevraagd. En ik zie dat zij weer in de raad zitting heeft genomen. Dat betekent dat wij de raadsvergadering... heropenen. De vergadering is heropend. En het woord is aan mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een korte stemverklaring geven. Kan dat nu of wilt u dat... Voordat we dan inderdaad wel over kunnen gaan tot de stemming. En ik vraag eens de behoefte aan de stemverklaring. ChristenUnie in ieder geval anderen nog. Dat is niet het geval. Oh ja, mevrouw Luijten ook. Ik begin bij de ChristenUnie. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in mijn bijdrage net heb ik al gezegd dat een verbouwing met dit soort kosten ons best heel erg pijn doet. Daar blijven we ook bij. We begrijpen op zich wel dat het voor de wethouder lastig is om harde toezeggingen te doen over bedragen die nu genoemd zijn. Dat het ook daadwerkelijk, dat er geen overschrijdingen op plaatsvinden. Ik zou hierbij toch wel graag het woord inspanningsverplichting willen laten vallen. Dat het resultaatsverplichting lastig is, maar dat er wel een forse inspanningsverplichting ligt. Dat wil ik bij deze wel benadrukken. Dus met pijn in het hart gaan wij akkoord met dit raadsvoorstel. Akkoord. En, voor de mensen thuis goed om te zien dat een non-verbale beweging van de wethouder instemmend zijn. In de zin van dat hij dat ook serieus tot zich heeft genomen, inspanningsverplichting. De Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Wij hadden geen vragen, maar dat is eigenlijk omdat we sowieso algemeen ongelukkig zijn over het voorstel. We hadden wel besloten dat we ervoor zullen stemmen, omdat we het ook heel belangrijk vinden dat A, de mensen die hier bij de gemeente werken een beetje normaal kantoor hebben. En bovendien, nu de bouw ophouden zou eigenlijk op termijn alleen nog maar meer kosten met zich meebrengen. We vinden het niet heel fraai op dit tijdstip en op deze manier, maar daar is ook al genoeg over gezegd. Maar met deze kanttekeningen zullen wij voor het kort. Akkoord, dank u wel. Daarmee ga ik de stemmenronde doen. Ik constateer dat de fractie van de Partij van de Arbeid met stemverklaring voor is. Op koerspunt nu, akkoord. D66 akkoord, VVD. Tegen. Tegen, GroenLinks, voor, ChristenUnie akkoord met stemverklaring inderdaad. En de CDA-fractie is ook... akkoord.
En daarmee is dit voorstel aangenomen. Al dus besloten. Dat brengt ons bij agendapunt 7. Het omgekeerd inzamelen afval tweede fase, GFT buitengebied. Vanavond al eerder aan de orde geweest in de oriënterende ronde. Is als bespreekstuk genoteerd. Ik geef het in bespreking. Wie mag ik het woord geven? De fractie van de VVD, Partij van de Arbeid, anderen en de CDA-fractie. Dan begin ik nu bij de CDA-fractie. De heer Nijhoff. Ja, ik zou toch wel graag een duidelijk antwoord willen hebben van de wethouder hoe het nu precies zit met dat gelijkheidsbeginsel. Hij deed het in zijn verklaring uitkomen alsof er een pilot gestart kon worden. Goed, als er sprake is van een pilot, is er ook sprake van een keuzemogelijkheid. En volgens mij mag die keuzemogelijkheid er niet zijn. Dus daar wil ik wel graag antwoord op. Ja, ik had al zo'n vermoeden dat u daar nog niet helemaal uit was. De fractie van ChristenUnie. Niet? Ja. Nee, sorry, de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. In aanvulling op de vraag van de fractie van de CDA, voor ons ook nader uitleg over het gelijkheidsbeginsel. En te meer dat wij even van de tijd die ons resteerde, na de verwarring ter zake het antwoord op de laatste vraag die wij stelden daarover, resten, heb ik nog eens even het advies van de advocaat nagelezen. En als je dat dan met de opmerking leest, we komen terug op het gelijkheidsbeginsel, waardoor er wat ruimte lijkt te zijn voor enige discussie. En er staat eigenlijk ook in die brief van die advocaat dat er best wel wat ruimte is voor discussie. Er staat namelijk niet dat het niet mag op basis van het gelijkheidsbeginsel, maar er staat, althans dat is een interpretatie die ik nu aan zou willen geven, dat er mogelijkerwijs problemen zouden kunnen komen op basis van het gelijkheidsbeginsel. En dat is dan wel iets anders. En als die ruimte er zou zijn, dan zou ik bijna vragen om een nader onderzoek van wellicht ook een andere advocaat dan de daartoe gebruikelijke die de gemeente voor alle klusjes inhuurt. En waarmee ik niet wil zeggen dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Maar het zou voor het objectieve advies misschien wel beter zijn geweest om eens een milieudeskundige of iemand anders te vragen dan deze meneer. Dus wellicht dat de wethouder toch nog wat ruimte ziet om ook het gelijkheidsbeginsel in het buitengebied nader te willen bespreken. Tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de fractie van de Partij van de Arbeid is enorm blij dat de gescheiden inzameling van het GFT in het buitengebied nu bewaarheid lijkt te gaan worden. En we zijn daarin en we willen daar graag op de andere fracties ook vragen om daar mee in te stemmen. Dank u. Akkoord, dank u wel. Toch nog een vraag ook naar aanleiding van de oriënterende ronde om nog helder even uit te leggen hoe het zit met gelijkheidsbeginsel. Buitengebied en binnen de bebouwde kom. Maar ook het andere onderwerp binnen de bebouwde kom, de hoogbouw, zeg maar. Het woord is aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is dat we aan allerlei spraakverwarringen terechtkomen, zou ik willen zeggen, probeer ik nog eens een keer voor nu en altijd duidelijkheid te geven. Los van allerlei juridische vervolgonderzoeken, zeg ik dan maar eventjes. En maar het gaat om het hier en nu en de feiten die nu liggen. Het feit is gewoon, we hebben te maken met buitengebied, binnengebied, hoogbouw. Dat is, daar hebben we het over. Individuele keuzevrijheid, die ligt bij de aanbieder als het gaat, zeg maar, of je gebruik wil maken van een afvalsysteem of niet. Dat is individuele keuzevrijheid. Als u kijkt naar de antwoord wat wij bij het CDA hebben gegeven rondom hoe zit het dan precies met op aanvraag of vrijwilligheid, want dat is een vraag die gesteld is, dan kunt u lezen in het antwoord, ik citeer letterlijk, in de huidige afvalstoffenverordening die door college en raad is vastgesteld, dus het systeem, is objectief bepaald dat geen GFT-inzameling plaatsvindt bij gebruikers van percelen die deel uitmaken van gestapelde bouw ten behoeve waarvan geen inzamelmiddelen zijn verstrekt of mogelijk zijn. Zo moet u dat misschien nog scherper lezen. Dat is heel wat anders. Dus dat systeem is dan niet voorhanden. Hoogbouw heeft geen inzamelmiddelen. GFT, op het moment dat straks dus blijkt, op basis van de proefondervindelijkheid, dat het wel kan, dan komen we terug bij college en raad. Want dan gaan we over ook dat systeem met elkaar praten. Dat heeft niks te maken met individuele keuzevrijheid, want hier heb je het steeds over het bijzondere van een groep percelen en niet die keuzevrijheid op basis waarvan nu zeg maar die discussie ontstaat ten aanzien van rechtsgelijkheid. De gemeente, college en raad bepaalt dat straks. Dat is wat ik u wil zeggen. Akkoord.
akkoord. Helder en duidelijk, lijkt mij in die zin. Buitengebied, individuele keuzevrijheid. De vraag die hier aan de orde is, tenminste in deze GFT-discussie, is met name, het gaat om de groep buitengebied, zeg maar, waar u het voorstel voor heeft liggen. Is er behoefte, kan het voorstel in stemming worden gebracht? Kijk u aan, dat is het geval, constateer ik. Dan, dat is akkoord, zie ik. Dan zou ik voorstel in stemming willen brengen. De heer Gelling. De VVD-fractie zou graag een kleine stemverklaring willen geven, voorzitter. Ja, akkoord. Want wij zijn toch nog steeds de enige verwarring. Ten meer omdat wij nu ook weer horen dat raad en college besluit. Nou, we zullen niet verder gaan, maar wij houden wel graag de handen vrij om voor een toekomstige periode hier anders over te kunnen beslissen. En wellicht, meneer Nijhoff, zijn kalender nog voor te zijn. Per 1 april was het, geloof ik, dat u opgehaald werd. Dus wij willen graag tegenstemmen, omdat wij toch wel denken dat hier wat te veel onduidelijkheid bestaat om hier akkoord aan te geven. Akkoord, andere stemverklaringen nog van toepassing, de fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Alles aangehoord hebbende, ook in de oriënterende ronde, vinden wij het verhaal van de wethouder op dit moment nog onvoldoende om ons zekerheid te bieden dat dit een goed voorstel is en daarom zullen wij ook tegenstemmen. Op koers ben nu. Ik had het al aangekondigd, op koers stemt tegen. Akkoord, dank u wel. Andere stemverklaring niet aan de orde. Dan breng het voorstel in stemming. De fractie van het CDA. Voor. Akkoord. ChristenUnie. Voor. Voor. GroenLinks. Voor. De VVD-fractie tegen. D66 tegen. Op koerspunt nu tegen. En de fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Akkoord. Daarmee constateer ik dat dit voorstel is aangenomen. Daarmee besluit gevallen. Akkoord. Nog even voor de statistici onder u. 22 voor en 9 tegen. Dat u dat weet. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Waarvoor een stemverklaring mogelijk is. Agenda punt 8. Herziening van de grondexploitatie Maslanden 2 Hardenberg. Stemverklaring niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Alle aanwezigen stemmen in met dit voorstel. Agenda punt 9. Het beschikbaar stellen van krediet voor de herinrichting van de Pastingplein in Bergentijn. Stemverklaring niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 10. Verantwoording fractiebudgetten 2017. Toedeling fractiebudgetten voor 2018. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is akkoord. Dat brengt ons bij agenda punt 11. De ingekomen stukken tot en met 22 februari 2018. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Dank daarvoor. En dat brengt ons bij agenda punt 12. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval, constateer ik. En dat brengt ons bij agenda punt 13. De sluiting van deze raadsvergadering. De laatste raadsvergadering in deze setting. Ik wil u danken. We gaan elkaar niet uit het oog verliezen. Er komt zeker nog tenminste één raadsvergadering in deze samenstelling. Maar dank voor uw inbrengen, voor de besluitvorming in al die jaren. Wijs u ook nog even op het punt dat we met elkaar, zeg ik, een inclusieve gemeente zijn geworden. Dat we de meest toegankelijke gemeente van Nederland zijn geworden. Ik zie een aantal raadsleden glimmen nog steeds van trots. En dat is ook volkomen terecht. Maar dat geldt ook voor de mensen die ook anderszins zich hebben ingezet al die jaren voor, om dit mogelijk te maken. Dat is wel een geweldige prestatie van formaat. Dus daar wil ik iedereen ook heel erg hartelijk voor danken. We hebben in ieder geval een hele mooie zaterdagavond beleefd in Hilversum. De vergadering is gesloten, maar ik zou toch graag het woord willen geven. En daar is om gevraagd buiten de vergadering om. Maar het is wel leuk in de aanwezigheid van iedereen hier nog. Aan de voorzitter van plaatselijk belang, Delemsvaart. De heer Meijner Vernhout, want die zou toch heel graag tot ons willen spreken. En dat doet hij van achter het spreekgestoelte. En wat er gezegd wordt, zeg ik nogmaals, wordt niet genotuleerd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Maar het is wel mooi dat plaatselijk belang Delemsvaart nog iets tot u
wil zeggen en ik schat ook in iets wil overhandigen.